En hier gaat het dus om. Hier linksboven. Pandjes die, waar je kunt zien dat het echt ja, opslagruimte is. Want ik neem aan dat er niemand woont achter zo'n dichtgegilde raam. Nou, dan kun je er wel van uitgaan dat er opslag is. En soms nog een winkelverdieping waar ze rekken voor hebben staan of zo. En dan worden die ramen ook vaak dichtgeschilderd. Ja, hier rechts ook. Ja. Ja, hier kun je duidelijk zien ramen die kapot zijn. Nee, maar je ziet dus ook dat er geen enkele mogelijkheid is om hier vandaan op die bovenetages te komen. Dat luik gaat s'avonds dicht en dan willen ze weer dus. Ja. Nee, en ook wil je hier weer een trap of een trappenhuis inbouwen, dan ben je vierkante meters winkeloppervlak kwijt. En dat is natuurlijk ook vaak het probleem, want dat is toch ook je kosten, maar ook je opbrengsten. En het zijn hele diepe panden natuurlijk, en dat betekent dat er boven ook... En dit ziet er alweer wat beter uit, maar ook hier weer dus niet een opgang inderdaad, nergens. Hele... Dat plaatje wat je dus zag hangen, dat is de achterkant hiervan. Hier loopt dus al een stuk loopbrug. En we gaan nu kijken of we ook deze eigenaar warm kunnen krijgen om verder mee te doen met de uitbreiding van die loopbrug. En om wat met die bovenetage te doen. Hetzelfde geldt voor dit stukje. Daar is een overeenkomst met een aantal eigenaren. Het zijn allemaal losse eigenaren. En daar is dan een bouwvergunning nu voor een loopbrug. Goedendag, binnenstadsbewoners. Maar ook mensen die van buiten komen en die bijvoorbeeld de Kalverstraat lopen of de Leidse straat, kijken misschien wel eens naar boven. Beneden prachtige winkels, mooie etalages, reclameborden. Maar als je dan naar boven kijkt, wat gebeurt er daar? Wie wonen daar? Of wie wonen daar niet? Dat is het onderwerp eigenlijk van een discussiemiddag komende dinsdag. Die wordt georganiseerd door de gemeente. En waar onder andere de wethouder mevrouw Krikke gaat praten met ondernemers over lege ruimte boven winkels. Over wat er moet gebeuren. En dan praten we over plekken als de Kalverstraat, over Damrak. Over wat je nou als stad, of wat de stad wil op het gebied van aanzicht en toegang. Want er is wel degelijk een probleem met die leegstand boven winkels. Dat zijn woningen die dan op die manier niet gebruikt worden voor mensen die woningen nodig hebben. Maar daarnaast is het probleem dat er daardoor ook geen mensen in de stad wonen. En misschien loopt u wel eens door de Kalverstraat om 3 uur 's nachts, om 4 uur 's nachts. Dat is dan heel eng. Allemaal van die stalen luiken. En die zijn er om de inbrekers natuurlijk tegen te houden. Maar daarboven gebeurt niks. Nou, dus al een hele tijd is er een discussie en ook een beleid van de gemeente om daar wat aan te doen. We praten met mevrouw Thea IJzereef. En zij is projectleider. Zeg maar even, Thea. Projectleider van het project Wonen Boven Bedrijven. Dat is al in 1985 opgestart. Toen men echt niet zozeer om woningen te maken, dus in het kader van de volkshuisvesting, maar voor leefbaarheid, sociale veiligheid 's avonds. En de gemeente heeft toen een budget ook beschikbaar gesteld, waarmee eigenaren maximaal 50.000 gulden per woning kunnen krijgen, die ze daar boven die winkels weer bouwen. Ja. Even over die situatie, want ik woon hier toevallig in de Kalvertoren en ik loop hier s'avonds wel eens rond. En valt me op dat er heel vaak hoor ik piep, 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 piep. En dat is dan weer zo'n alarmsysteem. En vaak is dat gewoon omdat er dan een kat weer langs gelopen is. Maar soms is dat ook echt. En niemand doet daar wat meer wat aan. En ten tweede, inderdaad, die onleefbaarheid. S'nachts om 3 uur voel je... En dan zeker als je hier in de voetbalgesteeg, daar hangt zo'n mooi bord help. Hè, dat weten we. Dan denk je, ja, dat is natuurlijk die sociale veiligheid. Maar... Ik vind het leuk dat de gemeente dat wil, maar kunnen jullie ook wat? Het grote probleem is dat de gemeente geen eigenaar is van al die panden. Dus je blijft afhankelijk van de goede wil van de eigenaren om daar iets aan te doen. En die eigenaren die hebben allerlei bezwaren vaak. Dat kan financieel zijn. Het is behoorlijk prijzig om die lege etages weer om te bouwen tot woningen. Wat vaak ook een probleem is dat er nooit een zelfstandige ontsluiting is geweest. Dus de trap is altijd binnendoor geweest. Je hebt geen voordeur of de voordeur is in de loop van de jaren verdwenen. En dat dus willen winkeliers niet. Die zeggen ik wil mijn winkel waar misschien hele dure spullen staan. Ik wil niet dat daar s'avonds iemand doorheen gaat. Nee, maar als tweede is natuurlijk dat je zoveel mogelijk zelfstandige woonruimte wil hebben. Dat wil zeggen woningen die een eigen voordeur hebben. Ook voor de bewoners is dat veel prettiger. Dus je moet naar lastige technische constructies zoeken om die woningen te ontsluiten op de etages. Ja. En vaak zijn er praktische bezwaren. Dan zegt zo'n eigenaar, ja, ik wil wel in de toekomst, maar ik kan nu niet, want ik heb mijn hele pand aan de winkelier verhuurd. Dus ik kan niet beschikken over de etages. Ja, dus wat vaak gebeurt is, dus een winkelier hoe huurt het pand, betaalt daar in de Kalverstraat misschien, je hoort hele hoge huurprijzen, maar zeg maar 1000 gulden of meer per vierkante meter. Ja.
voor die benedenwinkel. Daar ligt een huur van 50, 60, 100.000 gulden voor een winkeltje. En dan zeggen ze, nou, die winkeltjes daarboven, die ruimtes daarboven, en dat wordt dan gebruikt voor opslag of eigenlijk voor niks. Soms opslag en soms ook helemaal niks. Kijk, je moet natuurlijk wel bedenken dat je kunt niet roepen van alles moet woning worden, want sommige winkels hebben reëel opslag nodig. Maar een groot deel heb ik wel eens de indruk dat men daar de lege dozen opgooit en dat het dus absoluut helemaal niet als opslag nodig is, maar gewoon als rommelruimte wordt gebruikt. Is dat nou iets wat gegroeid is? Want ik kan me voorstellen dat heel vroeger, en misschien praten we 100 of 50 jaar geleden, dat een bakker in de stad, die waren toen nog in de stad, woonde boven zijn winkel en had helemaal geen bezwaar. Er was een winkeldeur en dan ging hij naar binnen en daar woonde hij boven en zijn kinderen en dat was heel normaal. Pas toen die winkels eigenlijk zijn afgescheiden van de winkelier, Moet dat gegroeid zijn, dat die leegstand er kwam? Dat is zo gegroeid. Maar je moet ook bedenken, in 1985, voordat dit project begon, is er een onderzoek gedaan naar wat zat er nu ooit. En dan blijkt dat ongeveer 11% van die lege ruimtes is ooit woning geweest. De rest was vaak bedrijfskantine, winkelvloer, bij de horeca vaak nog een extra horecalaag. De juwelier had dus een werkplaats. De modezaak had er ook het naaiatelier. Ja. Dus er hebben lang niet altijd woonfuncties gezeten. Ja. En de functies, of het wonen wat er was inderdaad vaak de bedrijfsleider, de eigenaar van pand en winkel die daarboven woonde, die op een gegeven moment naar buiten de stad is getrokken of wat dan ook. Ja. Nou is er nog steeds vraag, en dus op het moment geloof ik weer wat minder met de vraag naar bedrijfsruimte in de stad. De internetbedrijfjes, ik moet ook zeggen, dat valt me de laatste weken wel op. Ik had dat ook voorspeld. Ik zei, jongens, na het instorten van de aandelenbeurs komen er weer allerlei mensen. En echt waar, per dag bellen er geloof ik 10 mensen op het moment die zeggen, ja, ik werk voor een internetbedrijfje en ik zoek wat anders, iets creatiefs in de televisiewereld. Dat zie je dus. Dat betekent ook dat de vraag naar kleinere pandjes weg is. Maar er is natuurlijk heel veel vraag geweest naar kleinere kantoren in de binnenstad. Waarom hebben huiseigenaren die ook dan voor zo'n kantoor toch tot 500-600 gulden per vierkante meter kunnen vragen. Waarom zijn ze daar niet ingesprongen? Nou, ook dit is vaak weer een kwestie van geen zelfstandige opgang. Dan moet zo'n kantoor weer via de winkel naar boven toe. En daar voelen zowel winkelier vaak niet voor als ook degene die daarin wil zitten. Ja. Maar nou hebben jullie als gemeente daar dus een subsidie, dan kan je ze wat verbouwen. Dan komen we dadelijk wel op hoe, het zijn soms hele creatieve oplossingen. Maar kun je niet verder gaan? Kun je niet in bestemmingsplannen vastleggen dat het wel een winkel moet zijn, maar dat ook de ruimte daarboven gebruikt moet worden? Nou, in bestemmingsplannen staat gemengde bestemming. Dat betekent dat er eigenlijk alles mag, behalve ongewenste functies. Zoals wisselkantoren, belhokken, dat soort dingen, die willen we liever niet. Maar verder is er gemengde bestemming, dus er mag zowel een kantoor komen als een woning, als bedrijfsruimte. En je kunt verder daar niks als gemeente aan doen? Je kunt niet zeggen, we gaan eens een aanschrijving doen van meneer, doe eens wat met die plek. Nee, dat kunnen we niet juridisch afdwingen. Nee. Dus u heeft dus nu eigenlijk een taak om in dat kader van dat project aanpak Gevels Damrak, en ik herhaal het nog maar even, op 13 maart in de AGA-zaal van de beurs van Berlage is er dus een discussiedag, en die is dus bedoeld voor met name ondernemers. Als u een zaak heeft in de binnenstad, als u denkt van nou, ik heb daar ook wel eens over gedacht, dan is er dus een discussiedag over die problematiek. Maar u kunt dus als gemeente alleen maar heel vriendelijk, met een klein beetje geld, proberen dit probleem op te lossen. Ja, en wat we nog meer kunnen is natuurlijk actief eigenaren benaderen. Vaak heeft men er nooit bij stilgestaan dat wel eens leuk zou kunnen zijn om woningen te maken of iets anders. Of bijvoorbeeld een menging van functies. Op de eerste een atelier en op de tweede en derde wonen. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Dus gewoon het attent erop maken. En ook wijzen op die subsidieregeling die men vaak niet kent. Wat ook heel veel mensen hebben is van ik wil het dan alleen maar verkopen of splitsen en verkopen. Maar dat mag niet in Amsterdam. Terwijl er toch ook mogelijkheden zijn om wel voor dit soort panden een splitsingsvergunning te krijgen. Dus ik denk dat ook, het is ook een manier om met die eigenaren wat meer in contact te komen, dus wat actiever te benaderen. En om zodoende te kijken of er meer mensen willen gaan nadenken over het invullen van woningen. Want we hebben hier wat plaatjes van projecten die jullie gedaan hebben. Want je kunt die ontsluiting, daar waar we over praten, er zit geen deur in aan de voorkant. Nee. En dan zegt die eigenaar die daar een heel duur stalen rek heeft moeten maken, eerst moest dat uitpanderen en tegenwoordig moet dat inpanderen, maar dat is allemaal vreselijk ingewikkeld. En het risico daarbij is, dat begrijp ik ook, dat als er s'avonds om 2 uur 's nachts iemand thuis komt en die doet dat hek open, het is niet het feit dat die persoon daar woont, maar dat als er dan iemand staat met een mes of een pistool, die mee naar binnen wandelt en zegt, hey, dat is mooi. Dus ik kan me die veiligheidsproblematiek voorstellen. Maar jullie zeggen, wij willen ontsluiten op een andere manier. We zitten hier in de Calvertoren, daar is hier een binnentuin, een enorme binnentuin gemaakt, waarbij je eigenlijk de woningen weer van de achterkant benadert. Ja.
dat is ook niet zo makkelijk, want dat betekent dat je geen parkeerplekken hebt. Dat je ook niet zo makkelijk binnenkomt. Ik denk dat je hier, we zitten hier op de tweede verdieping en die mensen wonen op de derde verdieping. Ook niet met een rolstoeletje allemaal naar binnen makkelijk kunt. Daar zou je iets van een lift moeten bedenken. Er zijn liften, ja. Maar goed, het is niet zo makkelijk. Maar jullie hebben dus in een aantal gevallen, hier in de Calvertoren, en is nu een project wat we hier voor ons willen hebben bij de Voetbalstraat en de Heilige Weg. Om zeg maar het binnentuinterrein op te hogen. Dat niet zozeer ophogen. Je hebt vaak binnen terreinbebouwing. De winkels lopen helemaal door naar achteren. Het bekende verhaal, de binnentuinen zijn veranderd in schuurtjes, in hokken, in een halve garage, in bedrijfjes. Ja, of het kantinetje bij de winkel en de toiletruimte en zo die daar achter. Daar kun je ook wettelijk niks meer aan doen, omdat het er al 20 jaar of 50 jaar staat. Ja, dat zou ik qua bestemmingsplan heel goed moeten uitzoeken, hoor. Dat weet ik wel niet. Maar goed, dan kies je voor andere opties. Dus dat je op die verdieping komt. Maar zelfs dan weer loop je er tegenaan dat er de ene uitbouw hoger is dan de ander. Of er zitten van die lichtkoepels in. Dus daar moet je ook weer overheen. Dus er zit altijd vaak heel veel niveauverschillen nog in. Ja, maar wat jullie dus doen is een soort binnentuin op niveau bedenken. Ja. Maar is dat dan een openbare binnentuin of niet? Nee, dat is niet openbaar. Dat is echt via de entree waar alleen de bewoners die daar komen wonen toegang toe hebben. En die gaan dan zeg maar via de achterkant gaan ze die huizen in? Ja, in dit geval gaan ze via de Voetboogstraat naar binnen. Maar je kunt je ook voorstellen in de Kalverstraat al die stegen. Vaak zitten er in de stegen nog wel zijdeuren of deuren het blok in. Ja. Dus daar zoek je dan ook naar mogelijkheden om het blok binnen te komen. Dat is vaak het grootste probleem, het blok inkomen. Ja, het blok. Nou, in heel veel buurten in Amsterdam zijn al huizen in bezit van woningbouwverenigingen. Dat is in de binnenstad niet het geval? Bijna allemaal particulier eigendom. Het Oosten is wat panden aan het opkopen. Om daar ook laten we niet praten over Oibibio. Ik hoor net dat nu de grootste disco van Amsterdam moet worden. En dat was natuurlijk helemaal nooit de bedoeling. En daar hebben we ook tegen gewaarschuwd. Maar ja, als je 37 miljoen betaalt voor een pand. En toevallig las ik van de week dat in de Vijzelstraat heeft de gemeente nu pand van de bank aangekocht voor 72 miljoen. Wist je dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. 72 miljoen? 72 miljoen, ja. Dacht dat minder, maar dat weet ik niet. Nou, in het persbericht misschien 78 miljoen. Maar ik vond dat dan in vergelijking met Oibibio een hele redelijke prijs. Want dat is een fantastisch groot pand. Ook niet zo handig natuurlijk. Maar het Oosten, om er op terug te komen, heeft dus plannen gehad om de binnenstad wat meer te gaan doen. Om panden aan elkaar te kopen, daar een stukje, daar een stukje. Nou, die hebben ze niet gehad, die hebben ze. Die hebben ze. En die willen dus ook het liefst een beetje strategisch aankopen, noemen ze dat. Om te kijken of je dan met meerdere eigenaren samen daar weer een stukje woningen kunt ontsluiten. Of iets kunt doen met dus die panden. Je bedoelt, als via een woningbouwvereniging, die zijn wel zelfstandig, maar zijn toch wat ietsje gezeggelijker misschien dan andere eigenaren. Die kopen zo'n pand waar je dan in de binnentuinen kunt komen, daar kan een ingang komen en dan kun je dus weer woningen maken. Ja. Is dat rendabel? Want het is mooi als de gemeente zegt, mevrouw IJzerdreef, die komt bij een winkelier of bij een eigenaar op bezoek en zegt, want dat moet je doen. En zegt hij, ja, wat levert dat op? Is dat rendabel te maken? Het is allemaal verschrikkelijk duur, maar op dit moment liggen de huizenprijzen natuurlijk erg gunstig. En kijk, als mensen gaan verhuren, dan kijken we over het algemeen even naar de puntentelling, dat je een redelijke huur houdt, maar vaak zijn de oppervlaktes zo groot dat je zonder meer al in de vrije sector terechtkomt. En dan, want het zijn dan natuurlijk dus grote panden. Vaak, ja, het is heel verschillend hoor. Je hebt soms panden waar per twee etages maar één woning gemaakt kan worden. Uh-huh. En soms heb je ook panden waar die zijn zo diep dat je twee, drie woningen per etage kunt maken. Uh-huh. Dus het is heel verschillend. Goed. Maar het grote probleem is dus vaak dat je, wil je met zo'n loopbrugconstructie werken, dan heb je alle eigenaren nodig. Ook al zegt er één van, ik wil nou niet meedoen of ik kan niet. Die loopbrug moet over zijn erf. Dus en hebben jullie daar mogelijkheden voor om daar iets aan te doen? Dat is dus ook weer met overtuiging en praten om zo iemand mee te krijgen. Dat hij in ieder geval de toestemming en de medewerking geeft voor de loopbrug. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat als je een winkelier hebt die er in Amsterdam is en die problematiek kent. Maar ik zie steeds meer van die panden. Dat zijn zeg maar dezelfde winkels die je in New York, Parijs, overal tegenkomt. Het zijn allemaal van die ketens en ik neem aan dat daar dus een manager zit ergens in een kantoor in Zuidoost die helemaal niet geïnteresseerd is in die lokale problematiek van die lege ruimtes. Hoe ga je met dat soort organisaties om? Het is heel wisselend. Op de bluff. Nee, juist niet. Op de bluff. Op de bluff. Nee, van kijk eens in wat voor prachtig kantoor u zit, meneer. En uw pand staat er verwaarloosd bij. Want dit is vaak niet alleen de leegstand. Als je ook deze foto's ziet, dan zie je ook dat het pand ze doen er niks aan. Waar de duiven vliegen in en uit. Ja. Maar dus ook weer met praten en dan voorbeelden laten zien. Maar ik moet zeggen, er zijn een aantal van die grote clubs die zo successievelijk iedere keer weer een stukje opknappen en ook woningen maken, hoor. Oké. Dus sinds 85 alle grote beleggers helemaal niks doen. Hoeveel woningen zijn er toegevoegd? Zo'n 550.
In de hele binnenstad hoor, niet alleen Kalfstraat, Nieuwedijk, maar ook op andere plekken. Goed, dus dit is een project, nou nog een keer herhalen, er wordt dus over gepraat als u ondernemer bent, als u huiseigenaar bent. En om het maar aantrekkelijk te maken, er is dus ook geld om nieuwe plannen te doen. Als u denkt van ik heb zo'n pandje en dat staat inderdaad leeg, meld u even. Jouw telefoonnummer is, en dat brengen we nog vast in, 552-4595 en het is dus dinsdag. Dat is de fax, wacht even. Oeh, dat is de fax. Oh, 552-4556. 4556. Ja. We gaan even door de Kalverstraat hier even een blokje lopen om eens aan te wijzen hoe dat in elkaar zit. Thea, wil je nog iets anders zeggen? Even over Damrak moesten we geloof ik iets wat zeggen. Ja? De bijeenkomst van 13 maart gaat ook over het Damrak. Of niet, ja, niet alleen het Damrak. Het Damrak is een beetje speerpunt in het aanpakken van de reclame en het weghalen van rolluiken en dergelijke. Daar is 2 weken geleden in de Raad een nieuwe subsidieverordening ook voor vastgesteld. En we hopen dat er een hoop ondernemers met dat duwtje in de rug ook ertoe overgaan om iets aan hun gevel en de uitstraling van de winkelstraat. Ik moet er altijd om lachen, want over smaak valt niet te twisten. Nee, als je naar New York gaat, dan ga je kijken naar de reclameborden. Maar in Amsterdam, ik geloof dan dat het woord seks of geld of zo of te veel op voorkomt, vinden we dat dus niks. Dus we gaan daar weer wat doen. Ik vind dat een beetje waan van de dag. Want een binnenstad moet leven. Wat me wel opvalt is dat er zo'n eenzijdige golf altijd is in de binnenstad. Dan hebben we weer 23.000, nou dat is wat overdreven, maar heel veel geldwisselkantoortjes. Ja? Dan, nu zijn we weer geloof ik in de pizza-sfeer gekomen. De smartshops vliegen je de oren uit. Ik vind het zo vreemd dat ook een wethouder van economische zaken met een vergunningenbeleid en vestigingsbeleid daar niks aan kan doen. In bestemmingsplannen wordt er niet voorgeschreven welke branche er in een bepaald pand of in een bepaalde straat mag. Want als je zegt van ik wil er allemaal chique antiquairs hebben, dan staat het leeg. Dus daar is de politiek. Je kunt als overheid niet meer sturend optreden. Nee, wat wel gedaan wordt is juist om de ongewenste functies weg te halen. Er zijn nu ook bepalingen in bestemmingsplannen dat er bijvoorbeeld geen smartshops meer bij kunnen komen. Geen wisselkantoren, geen coffeeshops, dat soort zaken. Dus wel de ongewenste bestemmingen. Maar wij kunnen niet voorschrijven wat voor ondernemer er in bepaalde panden moet komen. Dat wil de gemeente ook niet. Dat wil ook de Rijksoverheid niet. Rijksbeleid op dit gebied? Het is er helemaal niet. Dat is het niet. Je kunt daar zitten, je kunt zeker vrijheid. Je hebt een pand en dan moet je kunnen doen wat je wil. Maar dat is het probleem. Jullie moeten proberen daarin te sturen. Ja. Ja, okay, en dat is natuurlijk in de Kalverstraat en Nieuwedijk, daar zijn convenanten met ondernemers en eigenaars. En daar kun je op die manier via overleg kijken van zorg dat er goede winkels in komen. Of goed, wat wij dan goed vinden. Okay. Dus niet de verkeerde functies. Okay. Een vraag die misschien wat politiek is, maar er komt weer een referendum over de binnenstad. Er wordt wel eens gezegd, er is te weinig aandacht voor de binnenstad, omdat er dus geen specifieke deelraad is. Zo'n functie als die jij nu hebt, is dat nou een typische binnenstadszaak? Ik vind van wel, want de problematiek doet zich in de stadsdelen niet voor. Zelfs in de binnenstad al, bedoel, als je op de Rozengracht kijkt, daar zijn overal voordeuren naar boven en er wordt overal gewoond. En de etages worden gebruikt. Het is echt in de grote winkelstraten waar dit speelt. Typisch binnenstadsprobleem, wat we ook hier moeten oplossen. En dan zelfs binnenstadcentrum probleem. Ja, ja. Want in Oost hebben ze bijvoorbeeld wel problemen met de winkels, waar geen die wat achterstallig onderhoud enzovoort hebben. Maar boven wordt volop gewoond. Dus dat is eigenlijk andersom. Okay. En dit is dus een functie waarbij een ambtenaar, of in dit geval natuurlijk een hele groep mensen, voorzitters, mensen van het wijkcentrum De Oude Stad, en ambtenaren moeten proberen om de ondernemers weer eens bij elkaar te krijgen aan de tafel, kopje koffie en te zeggen van jongens, dit is de problematiek. Niet alleen ondernemers, de eigenaren. Want die beschikken over het pand. Ja, ja. Oh, daar moet je goed onderscheid maken. Ja, Iemand kan het pand bezitten, maar helemaal niks te maken hebben met de winkel die erin zit, maar alleen al met de huurcentjes. En dan moet je dus eigenlijk 2 mensen benaderen. Want je moet eerst de eigenaar die zegt, nou dat vind ik een leuk idee. En dan zegt die winkelier, ja maar wacht even, ik heb dit hele pand gehuurd. Ja, in dat soort gevallen moet je dus allebei gaan praten. Vroeger hadden we pastoors in de stad, volgens mij is het toch een beetje jouw functie om dat te overtuigen. We gaan even rondkijken over hoe dat er dan uitziet. Thea, dankjewel. Ja, dan staan we hier dus in het restaurant bovenin de Kalvertoren. Misschien bent u er wel eens in geweest. Naar de Kalvertoren de lift nemen, helemaal omhoog. En dan kijk je boven de stad uit. En dat is een goede plek om even verder te kijken naar wat hier in deze buurt gebeurt. Thea, we staan hier dus in de Kalvertoren. Als we hier zo naar kijken, dan zien we daar de kerk, de Krijtberg, en dan krijgen we het Maagdenhuis, en dan is daar dus die buurt,
Nou, we zien al, we kijken hier op daken, dat ziet er niet allemaal erg mooi, allemaal hetzelfde uit, hè? Je schrikt erg van de achterkant van de panden en ook van alle verdiepingshoogten die daarin zitten. En als je hier kijkt, is daar dat lichtere gebouw tegenover het Maagdenhuis. Dat is dus helemaal opgeknapt. Daar zit ook de entree naar dat stukje binnenterrein. Ja, ja. Maar wat we nu niet zien dus, maar wat daartussen zit, is daar komt dus een verhoogd, noem het maar binnentuin. Houten plankiers. Ja, in dit stukje ligt er al een gedeelte. Je ziet ook rechts dat ene pandje wat wit is. Net, je ziet die steigers. Ja. Dan zit er een pand wat een beetje verwaarloosd is. En dan dat wit geschilderde, dat is al helemaal opgeknapt ook. En bereikbaar via die binnente, die steiger, die galerij. Nou, hè, want het is toch een heel blok zo, tussen de Kalverstraat. Hoeveel mensen gaan er nou in zo'n gebied wonen? Ik weet niet precies wat de kritische grens is. Hier gaat het om 10, 12 woningen. En we kunnen nog door, want op een gegeven moment houdt het ook op. Want dan loopt bijvoorbeeld zo'n pand helemaal door. Daar kun je niet dwars doorheen. Maar je hebt natuurlijk ook een kritische grens van hoeveel mensen kunnen er door één zo'n voordeur naar binnen. Ja, ja, ja. Dat kun je niet onbeperkt maar doen. Dus ja. Dan zoek je ook... Hier staat ook heel veel leeg nog boven. En we proberen hier dus ook nog ergens naar een ingang. Ja, want we zitten hier, kijk even naar beneden hier. We hebben hier dus een dat is een binnentuin die alleen voor de bewoners is. In de Kalvertoren, daar ligt grind. Maar je kunt ook zien dat er dus toegangsmogelijkheden zijn, zeg maar, tot die panden die erachter liggen. En dan hier naar rechts, daar is dus al een hele serie van die... Voor een gedeelte is dat ook nieuwbouw geweest, maar mensen, daar wonen weer mensen. Ja, dat klopt. Maar ik geloof, we moeten dus goed kijken dat er nog wel plekken zijn waar niks gebeurt, hoor. Maar dat moeten we eens goed in beeld brengen voor dit stukje dan weer. Oké, en dat is voor jullie dus... Je hebt eigenlijk af en toe een helikopter nodig om dit te bekijken, of niet? Ja, nou, vaak probeer je met die eigenaar in contact te komen. En dan vraag je of je eens binnen mag kijken of op zo'n binnenterrein. En dan bied je bijvoorbeeld aan van, we willen wel eens de haalbaarheid onderzoeken. Van, kunnen we hier verder? En voelt u daar wat voor? We gaan even naar een andere... punt van de... Ja, wat dat betreft zou een helikopter natuurlijk ook wel handig zijn om eens kijken of we hier goed naar buiten kunnen kijken. Nou, hele vieze ruiten. Kom maar even kijken. Hier kun je dus zien, hier is de binnentuin. Er zijn hier ook hele dure appartementen gebouwd. Boven de Kalvertoren, die de, zeg maar aan de singelkant. Maar daarachter zijn dus een aantal woningen die eigenlijk op dit niveau van de binnentuin zijn er dus gewoon eigenlijk weer woningen gekomen. Er is een lift, maar je kunt niet helemaal overal komen. Maar je ziet er nog een paar pandjes tussen staan. Die zijn echt, die zijn nog aan wat verbetering toe, hè, Thea? Je ziet onmiddellijk ook dat wanneer er niets met die bovenetage gebeurt, ook de panden er heel slecht bij staan. Want inderdaad, dat pand bijvoorbeeld, denk je dat daar helemaal niets gebeurt, waar zo'n rolluik voor zit. En daar zou je zo op die loopbrug aan kunnen sluiten. Dus, maar ook dat is weer, zo'n eigenaar moet overtuigd worden dat dat slim is om te doen en handig en veilig. En... Maar het is dus eigenlijk de keuze tussen nog meer ijzerwerk en stalen rollijken en er een fort van maken. Want als er ingebroken wordt, wordt er vaak niet via de voordeur, maar via de achterdeur ingebroken. Of zorgen dat er mensen zijn en de sociale veiligheid gaat optreden. Ja. Kijk, je hebt het nou over ijzeren hekwerken, maar dat kan ook met hout en met planten er tegenaan. Daar kun je allerlei andere oplossingen ook voor verzinnen. Dit ziet er vrij ijzerig uit inderdaad. Ja. Oké, we gaan eens even naar de Kalverstraat, ja? Ja, dan staan we hier in de Heilige Weg. Nou, er staat hier toevallig een pandje te huur. Dat is dus zeker leeg. Maar ik weet ook dat leeg gestaan heeft. Dat zat een computerbedrijf. Andere bovenverdiepingen zien we, daar is wel activiteit. Hier Manpower bijvoorbeeld, daar ziet eruit of daar kantoren zijn. En, het hangt dus een beetje van het soort bedrijf af ook. Het is heel wisselend. Ik weet niet precies waar het van afhangt wat erin zit, hoor. Maar het punt is een beetje, bijvoorbeeld zo'n winkelpand is natuurlijk op een gegeven moment 's avonds dicht. En het probleem is vaak 's avonds dat het heel donker is. En dan heeft zo'n winkel niet echt die sociale functie die bewoner wel zou hebben. Als er nou nieuwbouw is op een bepaalde plek, hebben jullie wel de gelegenheid om daar wat regels aan te stellen? Zeggen, er moet bijvoorbeeld ook woningbouw in zo'n blok zitten? Nou, alleen als de grond en het hele project door de gemeente wordt geïnitieerd. Maar als een particulier dat doet, hebben we alleen het bestemmingsplan. En daar staat voor de winkelstraat in ieder geval beneden winkels en boven gemengde bestemming. Maar zijn grote eigenaren, zeg maar, die dus een heel blok in bezit hebben, er wel van overtuigd dat er ook mensen moeten wonen? Ook vanwege die sociale veiligheid? Ja, wisselend. Ze zeggen het vaak wel, maar als puntje bepaald komt, kijken ze natuurlijk naar hun investering en de rentabiliteit, wat het meest oplevert. Centjes, zo hoort in Amsterdam. We lopen even naar de Kalverstraat hier. En hier gaat het dus om. Hier linksboven
pandjes die, waar je kunt zien dat het echt ja, opslagruimte is. Want ik neem aan dat er niemand woont achter zo'n dichtgeschilderd raam. Dan kun je er wel van uitgaan dat er opslag is en soms nog een winkelverdieping. Waar ze rekken voor hebben staan of zo, dan worden die ramen ook vaak dichtgeschilderd. Ja, hier rechts ook. Ja. Ja, hier kun je duidelijk zien ramen die kapot zijn. Maar je ziet dus ook dat er geen enkele mogelijkheid is om hier vandaan op die bovenetages te komen. Dat luik gaat s'avonds dicht en dan willen ze er niks mee. Nee, en ook wil je hier weer een trap of een trappenhuis inbouwen, dan ben je vierkante meters winkeloppervlak kwijt. En dat is natuurlijk ook vaak het probleem, want dat is toch ook je kosten, maar ook je opbrengsten. En het zijn hele diepe panden natuurlijk. En dat betekent dat er boven ook, en dit ziet er alweer wat beter uit, maar ook hier weer dus niet een opgang inderdaad, nergens. Hele... Dat plaatje wat je dus zag hangen, dat is de achterkant hiervan. Hier loopt dus al een stuk looprug. En we gaan nu kijken of we ook deze eigenaar warm kunnen krijgen om verder mee te doen met de uitbreiding van die looprug. En om wat met die bovenetage te doen. Datzelfde geldt voor dit stukje. Daar is een overeenkomst met een aantal eigenaren. Dat zijn allemaal losse eigenaren. En daar is dan een bouwvergunning nu voor een looprug. Hier wordt gewoond bijvoorbeeld. Dit is het pand. Maar die panden daarnaast is het weer rommelig. Maar dus de Amsterdamse ondernemer is op het moment dat gaat goed. Ze zijn blij met bijvoorbeeld zo'n al die zondagen dat er mensen hier in de stad komen? Ongetwijfeld. Maar nogmaals, die hele economie en zo, dat is niet zo mijn vak, moet ik zeggen. Dat is niet jouw vak. Nee, maar het lijkt me zo. Hetzelfde ging, je leest toch in de kranten ook dat de prijzen van de winkels, de huurprijzen gaan omhoog. En ook qua woningen, de verkoopprijs is nog steeds prima. Ja, ja. Dus als je ziet ook wat er overal gebeurt. Dat is precies waar ik wel eens aan twijfel, want ik zit daar en ik betaal daar 280 gulden per vierkante meter daar in de Calvertoren. En ik weet dat de HEMA 600 gulden per vierkante meter betaalt. En als ik de verhalen van de makelaars lees, dan hebben ze het over prijzen over 5000 gulden vierkante meter. Nou staan we hier toevallig. 100, komt ook wel. Dit winkeltje hier betaalt echt geloof ik een topprijs van 7 of 8000 gulden per vierkante meter. Omdat dat dan zo'n hak... Ja. Maar dit is een heel klein winkeltje. Ja. Die man heeft de hele dag klanten. En dat is heel erg veel. Maar ik heb wel eens het gevoel dat die verhalen in de krant zijn gebaseerd op zeg maar verhalen van makelaars die natuurlijk een belang bij hebben om niet te zeggen, nou jongens, ik heb nog wel een pandje voor 300 gulden vierkante meter. Maar je kunt natuurlijk ook zien, als zo'n winkelpand verkocht wordt, dan kun je zo'n koopprijs natuurlijk relateren weer aan wat er uit die winkel aan huuropbrengst komt. Ja. Dus ik denk dat die gegevens ook vanuit zo'n hoek wel berekend worden. En jullie hebben daar ook zicht op als er winkels, als er panden te koop komen, dat je als gemeente dat je daar even... We houden in ieder geval de veiling bij, maar we zijn natuurlijk zelf niet zo'n koper. Want ja, uit welk budget moet je zomaar in het wilde weg dan winkels gaan kopen? Ja. Dat is niet zo het beleid. We kunnen hier om de hoek wel even kijken. Hier zit ook een entree naar woningen boven deze twee panden. En daar is dus nu een bouwvergunning om de looprug te verlengen naar nog meer panden. We lopen hier langs allerlei steekhuizen. Is dat nou een probleem? Dat als je boven zo'n winkel woont dan, en er zit een bakker of een rancho steekhuizen onder je, dan zie je natuurlijk wel in de stank een beetje. Iets meer maatregelen moeten nemen qua isolatie en afvoer van die ovens en dat soort dingen. Wat betreft, dat is natuurlijk ook een reden voor ondernemers om te zeggen, hallo, ik wil daar niemand boven, want ik krijg maar gezin. Het maakt het wat extra duur natuurlijk, zo'n verbouwing ook. En hier hebben we... Kom je in een trap? Een beetje uit de tijd dat mensen nog heel klein waren, geloof ik, of niet? Ja, moest hier ingefrommeld worden. Ja. En dan kom je dus een woning in de Kalverstraat. En hier langs gaan we dus verder die Kalverstraat in. En één pand aan het Rokin wordt hier ook bij betrokken. Nou, in ieder geval, we hebben weer een stukje door de stad gelopen. En ja, dat was wel een beetje. Thea, bedankt. De stad even met een ambtenaarlijke blik. En dan zie ik dan toch weer dingen die ik ook nooit gezien heb. Zie je daarboven, Sanne, daarboven... 17, ik weet, ik had het niet lezen, maar 4 koetjes. Zie je dat? Zie je die koetjes daar? De Kalverstraat. Bedankt.